deze week de brief van de gezamenlijke collecte in de bus gedaan. Hierin wordt uitleg gegeven over de collecte voor de 15 goede doelen en hoe er kan worden gedoneerd. In tegenstelling tot wat er onlangs in de mooie Labeekrant stond, kan er ook per fonds geld worden gegeven wanneer men digitaal doneert. Ook is het mogelijk contant geld te geven. Dat kan in een brief worden gedaan die vervolgens bij één van de inzamelpunten kan worden ingeleverd.